zoon van meneer Geurtsen. Nou, volgens mij heeft hij ook een stuk van zijn creativiteit georven. Want dat zie ik wel in alles terug. En Michiel was het ook die de Facebookpagina is begonnen. En Michiel was het ook die het initiatief heeft genomen om contact op te nemen met Willy Hermans, tekstschrijver uit Hengelo, om samen het boek samen te stellen. Maar ik geef even heel graag het woord aan beide heren, want zij willen u ook nog even iets zeggen. Ja, goeiedag allemaal. Het was eigenlijk een eer om een boek te mogen maken van 100 jaar basisschool Hengelo Gelderland. En daarmee gebruik maken van het archief van mijn vader. Ik had zelf toen ik verhuisde naar Nijmegen in 1980 al heel veel negatieven en foto's meegenomen om daar zelf weer afdrukken van te maken. Omdat ik het zo ontzettend intrigerend vond. Wat hier allemaal is gebeurd op school en de mooie dingen die langskwamen, Mosterdveen, fantastische tijden waren, af en toe op moeilijke tijden. Maar het is meer echt een geweldige tijd. Ook mede door Connie Vink, zangeres die ooit is benaderd door de klas van Clara Diekman, Marianne Notte zat erbij. Die hebben haar gebeld. Connie Vink kwam op bezoek in Mosterdveen en hier op school. Daar zijn ook heel veel foto's gemaakt in die periode. En waar we ook weer dankbaar gebruik van maken. Connie is uiteraard ook uitgenodigd deze dag. Maar uitgerekend deze dag is zij jarig en viert ze haar 70-jarige verjaardag. En kan ze dus niet komen. Die heeft dezelfde feest. Ik wil in ieder geval alle mensen bedanken die hebben geholpen. Met, ook via Facebook om namen te achterhalen bij mensen die op foto's staan, echt hele oude foto's, vanaf 1916. Er was een hels karwei om erachter te komen en de ene zegt dit en de ander zegt dat. En wat is de waarheid? Nou, we hopen dat zoveel mogelijk waarheid in het boek staat. Een van onze belangrijke informatiebronnen is Maria Leemrijs. Die wil ik ook graag even naar voren halen. Ja, komt u aan. Als ik voor mezelf spreek, Maria, ik zeg Maria Leemrijs, maar het is natuurlijk Maria Visser Leemrijs. Mevrouw Visser, sorry mevrouw Visser. We hebben veel vreugd en leed gedeeld als buren, van alles meegemaakt. En nou weer elkaar heel veel gesproken. Als bron van informatie, maar ook oude verhalen die niet in het boek zijn gekomen. Maria, heel veel dank namens Willy en mij voor alle informatie. Ze wist zelfs nog informatie van foto's, namen op de foto's van 1918, 1916. Dat is onvoorstelbaar. Maar, terwijl ze er nog niet was, maar ze herkende de persoon. Ja, applaus is op zijn plek. Nou, sowieso alle andere mensen ook bedankt voor alle hulpbijdragers, tekstbijdragers. Dadelijk wordt het boek verkocht in de school. Het boek wat Willy en ik hebben gemaakt. En volgens mij is het een heel goed boek geworden. Volgens Willy ook. Ik wens jullie heel veel plezier met het boek. Mijn eerste exemplaar zal worden uitgedeeld aan Maria Visser, mevrouw Visser Leemrijs. Bij deze. Alsjeblieft, hier is het eerste exemplaar. Het is speciaal voor jou dat je hier waarschijnlijk de oudste, of in ieder geval een van de oudste aanwezige leerlingen bent. Oud-leerlingen die in ieder geval belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit boek. We hebben wel iemand getraceerd die ouder was, zelfs iemand van 97. Tineke van Gerven, tegenwoordig Dubois, maar goed, die was niet in staat om hier te komen. Dus bij deze hier het eerste exemplaar. Dankjewel. Ja. Maar blijf je bedankt voor wat je zegt. Eerst openmaken, meneer, dan praten. Sorry. Thank you.
Van de school krijg je nog een bloemetje blijkbaar. Ja, krijg ik net van Petra. Ik geef eerst Willy het woord. Oh, eerst Maria, oké. Hou je zelf de microfoon vast of zal ik het doen? Ik wil jullie, ik wil die heren bedanken voor het aanbieden aan mij het boek van de Willy Brandenschool, dat later de leer werd aan mijn Maria Leemreis. Vroeger was het Marietje. En de vader en mijn tante en nog een tante en een neef en Jan Leemreis zijn allemaal op deze school geweest. En de eerste, ik woonde tegenover de school. Ik had geen klok nodig. Ik kon gewoon met de tijden van de school meegaan. Als de bel ging, geen probleem. En dan leefde ik ook nog op de bus. Ik ben niet de oudste overlevende nu. En dat is Tineke van Gerven, die is 97 jaar. Clemens Diekman, die is 90 jaar. Sophia Diekman, 88 jaar. Annie Hooman, die leeftijd weet ik niet. En Marietje Lantes, Annie Lantes, Ella Stapelbroek. In zoverre als ik dat allemaal kon achterhalen. Heel erg hartelijk bedankt voor de heer. Tot slot wil ik nog wat mensen bedanken. Allereerst Michiel, we hebben het met z'n tweeën gedaan en dat had voor- en nadelen. Het nadelen was dat het heel veel werk was, maar het voordeel was dat het ontzettend efficiënt ging. We hadden heel veel mails heen en weer, eigenlijk hebben we elkaar helemaal niet veel gezien. Maar het was in ieder geval een heel prettige samenwerking, daarvoor bedankt. Dan wil ik ook nog wat sponsoren bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boek. Dat hoort er dan ook bij. Ik noem ze toch even op. Dat is Grandcafé De Egelantier, hier aanwezig, de persoon van Tom de Barre. Het sportcentrum Aerofit, Rem de Vink. Dan Reiger Racing Shop Suspension, Gerard Sesing. Hypotheekcompagnie De Graafschap, Rob Noevers. Martine Herren Beauty Salon, Martine Hendriksen. Eugelink Zonwering, Marcel Eugelink. Garage Herwes, Jos Herwes. Stalia, persoon van Henk Jansen. Jolij Transport, Martin Jolij. Gerrits Makelaardij, persoon van Pieter Gerrits. En Memelink en Bergenvoet, weer Tony Bergenvoet. En verder wil ik nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit boek. Door een foto, naam of op welke manier dan ook, en de school zelf natuurlijk ook, die ook veel materiaal heeft geleverd en heeft geholpen bij het zoeken van de naam. Wat dat betreft begint nu de verkoop van het boek, die is vanmiddag. We zitten in de hal, niet meteen met een stormloop naar binnen, we zijn hier de hele middag, dus ik hoop dat dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van het boek als wij met het maken ervan. Bedankt en nog een prettige middag.